Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Een extra aflevering. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wil je nou niks missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar laat ik het ook altijd even weten als er weer een nieuwe video online komt. Want deze komt aardig spontaan. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik had een 1 april grap geplaatst op Facebook met dat ik een krans had gemaakt met kunstbloemen. Maar natuurlijk heb ik geen kunstbloemen gebruikt, maar echte bloemen. Maar wat ik wel heel erg mooi vind, want ik hou gewoon van echte bloemen, is bloemen die indrogen, waardoor je er lang plezier van hebt. Dus een lang houdbaar bloemstuk. Dat gaan we vandaag doen. We gaan vandaag een heel mooi lang houdbaar taartje maken. Niet moeilijk, dus ook heel erg leuk om met mensen te maken die misschien iets minder creatief zijn, maar die wel graag willen bloemschikken. Ik leg het weer stap voor stap uit, dus ik zou zeggen laten we gauw gaan beginnen. Allereerst doe ik wat plastic om het steekschuim, zodat het water tegenhoudt. En daarna gebruik ik vilt die ik eromheen doe. Ik zet het plastic vast gewoon met een plakbandje. Dus ik pak als het ware het steekschuim in. Het vilt wikkel ik er gewoon omheen en zet ik daarna eventjes vast. Je kan even een krammetje gebruiken of bijvoorbeeld een speldje. Nu kan je hem eigenlijk op elke ondergrond, gewenste ondergrond neerzetten. Dus dan kan je zelf kiezen waar je hem opzet, zelfs zo op tafel. Dus dan ben je eigenlijk niks meer nodig. Dan gaan we verder met de bloemen. Ik gebruik dus allemaal houdbare bloemen of bloemen die indrogen. En eigenlijk steek ik deze gewoon gemengd op. Dus allerlei verschillende soorten statise, limonium, gipskruid, disteltjes. Droogt allemaal mooi in en dat steekt natuurlijk mooi compact in. Ik let daarbij wel goed op de verdeling en ik zorg dus dat ik het compact verwerk. Als het nodig is kan je eventueel een draadje gebruiken, maar op dit moment is het materiaal zo mooi stevig dat het haast niet nodig is. Zoals ik al zei, niet moeilijk, heel erg leuk. Het droogt helemaal in, dus je kan er extra lang van genieten. Wil je dit nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het compleet
pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en dan zie je mij weer bij een volgende DIY video. Doei!